We hebben geen busje nodig, pak wel een taxi. Ga er gelijk heen. Ja, ik ben er bijna hoor. Laatste ritje van vandaag, besteld via de taxi-app, is een ritje vanuit Rijnsoever in Katwijk naar Nieuw-Zuid. We gaan Martijn de Zwart ophalen en dat is de keeper van het Katwijkse Quickboys. Aan 60 meter rechts afslaan, daarna neem de tweede afslag rechts. We zijn dus op weg naar Martijn de Zwart, de keeper van Quickboys. En we gaan hem brengen, hoe kan het ook anders, naar Nieuw-Zuid. Hij staat al klaar, de keeper. Daar is hij hoor. Kom binnen Martijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, mij hoor je niet, dat weet je toch? Jou? Nee. Ja, goed. Ook goed. Ja. Hey. Nieuw-Zuid, hè, ben je een? Ja. 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 Je woont hier mooi, man. Ja, toch? Ja. Ook alweer anderhalf jaar. Ja. Ja, je zegt alweer drie jaartjes terug bij Quickboys. Daarvoor drie seizoenen bij ADO. Ja. Wat heb je daar geleerd? Ja, wat heb je daar geleerd? Je komt binnen. Ja, 2 jaar bij het eerste van Quickboys gespeeld. En je weet eigenlijk niet wat je moet verwachten. Andere wereld? Prof-wereld. Ja, totaal. Totaal. Merk echt dat, ja. Waar merk je dat aan? Ja, goed. Iedereen is wel een beetje. Je speelt wel als team natuurlijk. Maar ik bedoel, het gaat om je eigen centjes die je verdient. Zo simpel is het. Ja. En goed, dan zie je echt als het echt. Wat van de snede gaat, zeg maar, dan kiest iedereen voor zichzelf. Ja, dat is in de amateurwereld toch ook wel iets anders. Maar goed, daar leer je heel snel. Je werkt nu weer bij het bedrijf waar je voor je naar ADO ging ook werken. Ja. Wat is dat voor bedrijf? Wat doe je voor werk? Een bloemenexportbedrijf. In Aalsmeer. Ja. En daar doe ik de inkoop. Dus het is 's ochtends vroeg opstaan. En is het nog ouderwets kijken wat er in de rij is? Ja, ja, ouderwets door de rij heen. Dan koop je bestellingen en ook voorraad. En tegenwoordig met alle klanten zeg maar, die op webshops kunnen kopen zeg maar, op internet. Ja, de boeken die zeg maar, op internet uit en wordt dat bij ons verwerkt. En dat gaat dan op transport en zo gaat het naar diverse landen toe. Je bent vader van een prachtige dochter, hè? Absoluut. Hoe belangrijk is die voor je? Ja, heel belangrijk. Je weet ook natuurlijk wat er daarvoor is gebeurd. 2 jaar geleden natuurlijk ons zoontje verloren. Ja, doodgeboren toch? Ja. Doodgeboren. Laatste moment. 2 jaar geleden. Doodgeboren. Ja. En goed, dan krijgen we wel even een klap. Zeker op jonge leeftijd. En, dan ga je eigenlijk ook beseffen, weet je wel, wat randzaken, voetbal en werk eigenlijk allemaal betekenen. Ja. Als dat zoiets gebeurt, weet je wel, dan denk je bij eigenlijk, stel daar ik allemaal geen reet voor. En dan ga je ook op mensen letten die zeggen, we nemen geen kinderen, want dan denk je ook, je neemt helemaal niks. Ja, absoluut, zeker weten. En, maar goed, we zijn er heel sterk in gaan staan en we zijn gewoon doorgegaan. En, we hebben het absoluut niet achter ons gelaten, we denken er nog elke dag aan. Maar goed, toen werd ze al vrij snel zwanger voor onze dochter. En goed, dat is gelukkig allemaal wel goed gelopen. Heb je toen ook angst gehad van, kan dit maar wel goed gaan? Tuurlijk. Ik bedoel, kijk, voor mij is het anders. Kijk, voor mijn vriendin, die heeft het natuurlijk echt meegemaakt. Die heeft het inder. Die heeft het inder, ja. Ja, dus die had er nog een ander gevoel bij en daar zat de angst natuurlijk nog veel dieper. Ja. En, maar goed, ja, we hadden constant controles op het ziekenhuis en dat werd allemaal goed in de gaten gehouden met medicijnen. En uiteindelijk is dat allemaal gewoon goed verlopen. En, Nou, toen jullie pas je kindje verloren hadden, heb ik het hier geloof ik wel eens verteld. Hè? Mijn ouders hebben hetzelfde meegemaakt. Ja. En 40 jaar later kwam ik thuis en toen waren ze allebei chagrijnig. En toen zei ze toch, je weet toch wat voor dag het vandaag is. Het zat vandaag 40 geweest. Ja. Dat laat je nooit meer los. Tenminste, nee. Mijn vader en moeder hebben dat nooit meer losgelaten. Die datum was 3 augustus. Elk jaar 3 augustus was geen rouwdag, maar dat was wel een dag waarvan die mensen zaten gewoon niet lekker in de vel. Ja, ja, je denkt er gewoon over na. En, wat ik zeg, je zal het nooit achter je laten en het zal altijd bij je blijven. En zo simpel is het eigenlijk. Maar goed, je moet er ook mee leren leven. Want je gaat het ook niet veranderen. Steun gehad van mensen om je heen? Absoluut. En dat zijn ook tijden dat je echt ziet wie je vrienden en familie zijn. Zo simpel is het ook. Ja. Maar goed, we hebben nu een prachtige dochter. Die is ook alweer bijna anderhalf. Dus wat ik zeg, de tijd vliegt ook voorbij. Dus je moet genieten van de momenten die je hebt.
Nou, dat is waar. Want voor je het weet is het voorbij, zo simpel is het. Rij hem oppie. Je sportfiets. Ik heb geen haast. Nee, hij wel. Zie je? Nee. Martijn, we zijn er bijna opnieuw uit. Wat ik nog van je, heel graag van je wil weten, je bent zelf keeper. Ja. Wat zou een keeper waarvan je zegt, dat mag ook een oude keeper zijn, daar, dat is nou een voorbeeld voor mij. Nou goed, als klein jongetje, hij is nog niet zo heel lang gestopt, maar ik denk dat Edwin van der Sar voor iedereen wel een voorbeeld is in heel keeper Nederland, denk ik. Voor jou ook? Ja, zeker. Als je zijn carrière doorwandelt en de manier van keeper ook. Zijn stijl ook, ja? Wat is daar bijzonder aan? Nou, vooral zijn coaching, denk ik. Ja. Hij was gewoon compleet, denk. Wat ik alleen belangrijk vind is met name ook zijn uitstraling. Dat heeft hij de loop der jaren gekregen ook, ja. Natuurlijk. Nee, zeker waar. En, als je alleen naar zijn carrière kijkt en naar het Nederlands elftal, wat hij allemaal bereikt heeft, dat zegt al genoeg, denk ik. Ja. En zelfs nog een wedstrijdje in Noordwijk. Ja, dat heeft ze wel geen 3 punten opgeleverd. Nee. Hij pakte wel een pingel nog. Hij pakte wel een pingel, ja, klopt. Ja. Je was nog even je basisplekje kwijt. Je raakte geblesseerd. Ja. Het duurde een paar weken, je wordt weer fit. Ja. En de trainer zegt, nou, Raymond Kuipers heeft het goed gedaan. Dus die blijft in het doel staan. Ja. Hoe ging je daarmee om? Nou goed, ik heb er wel over nagedacht. Ik dacht van ja, weet je wel, moet ik boos worden, moet ik er wat van zeggen, weet je wel. Ik heb er wel wat van gezegd, ik heb al uitleg gevraagd aan de trainer. Maar goed, de trainer zei van ja, luister, hij heeft het op dit moment goed gedaan. Hij sprak ook niet uit van ik laat hem voor langere tijd staan. Nee. Dus ik laat hem nu tegen Rijnsburg laat ik hem nog staan. Nou goed, ja, ik was het daar niet mee eens, maar goed, ja, de trainer bepaalt. En ik moet weer laten zien op de training dat ik beter ben. Nee. Zo simpel is het eigenlijk. Dus zo ben ik er eigenlijk ook ingegaan en toen gingen we er 7-1 vanaf tegen Rijnsburg. Ja, dan kan je spelen of niet spelen, maar daar was ik ook wel ziek van. En die week erop tegen Scheveningen zet hij me weer in de basis en nu speel ik weer. En de 0 afgelopen zaterdag? Ja, ook wel lekker. Dat is dan wel lekker, hè? Ja. Nou, daar zijn we. Daar zijn we weer. Jongen, jongen, jongen. Het is een bolwerk, hè, dit? Ja. Kinderen aan voetballen, zie je jezelf ooit hier als trainer of als jeugdleider aan de slag? Nou, in de toekomst? Niet. Misschien wel. Dingen heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Ik heb wel eens gedacht, weet je, als ik ooit stop, kijk Patrick als voorbeeld. Patrick de Groot. Ja. Die heb ik natuurlijk als speler meegemaakt en nu zo doorgaan als keeperstrainer. Ja, dat lijkt mij misschien later ook wel wat. Nou, Martijn, een ritje nieuws uit. Het Walhalla. Ja. Bedankt, vriend. Ja, jij ook. We zien elkaar. Daphne de groeten. Zal ik doen. Oké, man. Groetjes. Hoi, Martijn. Hoi, hoi. Daar gaat hij dan. Martijn de Zwart. Keeper van Quick Boys. En aanstaande zaterdag mag hij op bezoek bij IJsselmeer. Wel een belangrijk potje. Leuke gozer trouwens.